vind dat echt heel erg leuk om te doen. Omdat dansen is mijn ding. Daarom is het juist heel goed dat ik hier ben. Roxanne Kools geeft sinds kort dansles voor kinderen met een verstandelijke beperking. En dat is een grote hit. Ik heb nu 7 leerlingen die echt wekelijks naar de up-and-down les komen. Ik zie aan hen dat ze ontzettend veel plezier hebben en heel erg houden van ritme en de melodieën die uit de boxen komen. En het samen werken aan een dans vinden ze heel leuk. En dat vind ik echt heel gaaf, om eruit te halen wat erin zit. De leerlingen zijn erg blij met de nieuwe les. Ik vind het dansen gewoon heel erg leuk. Ik heb lucht, water en springen geleerd. Als ik het beweeg, dan is het precies goed. Dan word ik er blij van. En dat is echt superleuk. Dit is echt mijn droom. Dit is echt jouw droom? Ja. En waarom is dit echt jouw droom? Omdat ik er goed dansen, zingen, passie. Gaan we naar Noos! Ook de ouders zijn enthousiast. Vorige week proefles en eigenlijk meteen vorige week Mara kwam de zaal uit. En het eerste wat ze zei was, yes, hier ga ik op. Ze is blij, enthousiast, ze is heel vrij. Vrijer dan dat ik eigenlijk van haar ken. Bewegen in de ruimte en ja, ze geniet er heel erg van. En heb je ook nog reguliere dansles overwogen of helemaal niet? Hebben we gedaan met haar. In het begin, toen was ze nog klein en toen kwam er een uitvoering en toen mocht ze niet meedoen. En hier mag ze gewoon zichzelf zijn. Nou ja, en dat is wat natuurlijk het allerbelangrijkste is, wat iedereen wil, elk kind. Nieuwe leerlingen zijn nog welkom. Er is zeker nog plek. Ik vind het ook heel leuk om dit verder uit te bouwen. En ja, als je het leuk vindt of je kent iemand of je hebt zelf een dochter of zoon die van muziek en bewegen houdt. Iedereen is welkom. 1, 2, yeah!